Zoals jullie weten vind ik het super leuk om een witte pen of een wit accent hier en daar aan te brengen bij mijn creaties. Of dat nou is met bullet journaling, met snailmailen, met aquarelverf een combinatie, een highlightje extra hier en daar, een foutje maskeren, want dat kan er ook perfect mee. Maar ik hou gewoon heel erg van de witte pen. Ik vind het gewoon een hele goede creatieve uitvinding. Maar de laatste jaren komen er steeds meer verschillende soorten en merken witte pennen uit op de markt. En ik zie door de bomen gewoon het bos niet meer. De ene zweert bij dit merk, de andere zweert bij die pen van dat merk. Iemand anders wil juist een kleurpotlood gebruiken. De keuze is reuze, maar welke is nou echt het beste? Ik dacht dat het wel een goed idee was voor een video. Dus dat gaan we doen deze week. Ik heb alle witte pennen gekocht die ik zo'n beetje kon vinden. Ik zal vast hier en daar eentje zijn vergeten. Maar ik heb in ieder geval de grote namen, grote merken, bekende merken heb ik eigenlijk allemaal aangeschaft. Ik heb gelpennen, verfstiften, verschillende diktes van de verschillende merken. Ik heb zelfs witte potloden om ook daar een beetje een vergelijking mee te maken. En ik heb een heel mooi zelfgemaakt schema die we stap voor stap gaan invullen en we alles goed naast elkaar kunnen gaan zien. Het schema heb ik zo gemaakt dat we hopelijk straks een heel mooi evenwichtig beeld kunnen krijgen en alles gewoon heel mooi naast elkaar kunnen gaan vergelijken. Nou, ik heb een aantal oefeningen bedacht, zowel voor op bruin papier als op zwart papier. En de oefeningen bestaan eigenlijk heel simpel uit wat streepjes trekken, een vakje inkleuren met zowel één als twee laag op het papier, omdat dat soms best wel, denk ik, wat verschil kan uitmaken qua dekking. We doen een stukje erop schrijven, omdat ik denk dat sommige pennen wellicht wat fijner zullen zijn om mee te schrijven en andere wat fijner zullen zijn om mee in te kleuren. En ik heb een veegtest. Dat betekent dat ik gewoon een kriebeltje maak, vervolgens 5 seconden wacht en dan er overheen veeg om te kijken hoe snel het nou droogt. En als het niet droog is, hoe groot de vlek is die je achterlaat. Ja, ik ben zelf bijvoorbeeld een linkspoot, dus ik ga heel gauw als ik schrijf ergens vaak per ongeluk gewoon met mijn hand overheen. Zelfs na 30 jaar ervaring gebeurt dat regelmatig. Dus vandaar dat ik ook eventjes wou testen hoe snel de ink nou precies droog van iedere pen. Zoals ik dus al zei, heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende witte pennen aan te schaffen. Sommige ken ik wel al, sommige ken ik nog niet. Maar ik ben wel heel erg benieuwd om sommige de resultaten van echt daadwerkelijk naast elkaar te zien. Ik heb het vermoeden dat voor in te kleuren de Posca stiften alsnog heel erg hoog gaan scoren. Ze zijn momenteel ook eigenlijk de witte pennen die ik persoonlijk het meeste gebruik. Maar ik heb ook heel veel gehoord over de Signo witte pennen. Ik ken ze zelf nog niet, of ja, wel van gehoord, maar nog nooit mee gewerkt. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe die uit de test gaan komen. Maar ja, verder, ik laat me gewoon lekker verrassen. En we gaan wel vanzelf zien welke nou het beste gaat zijn. Dus laten we gauw gaan beginnen. We beginnen en eindigen dus met pennen die ik ken. En alles ertussenin, dat is voor mij ook gewoon nieuw terrein. Die waar we mee gaan starten, dat is de Sakura Jelly Roll pennen. En die zijn er in 3 diktes. We hebben de 05, de 08 en de 10. En we gaan die ook alle 3 eventjes uitproberen. Nou, voor ze alle 3 is het merk Sakura. De naam is Jelly Roll. En dan ligt het natuurlijk aan het getal hoe dik de punt ook daadwerkelijk is. Alle 3 kosten ze trouwens hetzelfde en zijn ze €2,12 per stuk. Nou, gaan we beginnen met het aanbrengen van de lijnen op het papier. Deze 05 voelt wel heel erg scherp. En is natuurlijk niet heel erg geschikt om grote vlaktes mee in te kleuren. En we doen hetzelfde ook op het zwarte papier. En wat die gelpennen hebben, en ik weet dat van eigen ervaring met deze pennen, is dat ze altijd eventjes moeten opdrogen. En als ze dan eenmaal droger zijn, dan zijn ze veel witter. 1, 2, 3, 4, 5. Droog. Nice. Dan doe ik nog eventjes de tweede laag toevoegen. En je merkt ook dat met 2 lagen, omdat deze pen wat scherper is, dat je gewoon heel gauw het papier kapot maakt. En we doen hetzelfde met de 08. Je voelt al meteen dat deze punt trouwens wat dikker is. Vind ik ook net wat lekkerder werken. Ik vind die 05 net te dun en net te scherp om mee te werken. Ook qua hoe fijn het schrijft. Ik vind deze veel fijner schrijven dan de 05. Wat die gelpennen wel soms hebben trouwens, is dat je soms van die onderbroken lijntjes hebt. Dat er opeens even een heel klein stukje geen inkt meer uitkomt. Dat vind ik wel altijd wel een nadeel met deze gelpennen.
Zie je ook, als je die lijn naast elkaar zet, zie je toch wel ook wel echt wel dat deze wat dikker is. 3, 4, 5. Ook droog. Je merkt trouwens wel bij deze gelpen als je de tweede laag aanbrengt, dat je eigenlijk ook een beetje de inkt eronder opnieuw activeert en dus eigenlijk een beetje schuift over het papier. Dus echt een vakje inkleuren met deze pennen is niet echt aan te raden. Zie je? Wel mooi wit. En we doen hetzelfde met de 10. Nou, dit is echt wel een veel dikkere en nattere gelpen dan de vorige twee. Dus ik ben ook benieuwd hoe deze veegtest gaat zijn. Want hier komt echt veel meer inkt uit. Glanst ook veel meer. Okay, ik denk dat ik deze qua dikte toch wel echt het fijnst vind. Qua, ja, ook kijk hoeveel witter dit is. Hij schrijft natuurlijk ook wel wat dikker, dus daar moet je wel rekening mee houden. Vind ik persoonlijk niet heel erg vervelend. 3, 4, 5. Ja, zie je? En hier komt dus ook veel meer inkt uit. Dus deze heeft iets meer droogtijd dan de andere. Want ik zie ook dat deze nog steeds gewoon glanst. Dus die is nog steeds nat. Deze doet trouwens wel wat de vorige doet. Dus dat is dus dat je de inkt oplift op het papier als je er nog een keer overheen gaat. Dus daar is hij niet voor geschikt. En hij droogt echt een heel stuk langzamer. Dat moet wel drogen natuurlijk, anders dan zit ik hier over nu nog steeds. Ik ga er alsnog overheen. Oh ja, was niet slim. Nee, oké. Dus conclusie van die 10. Heel fijn om mee te schrijven. Prachtig wit, maar twee lagen over elkaar heen. No way, Jose. Dat gaat hem gewoon echt niet worden. Zoals ik dus ook al zei, heb ik dus ook twee witte potloden. Nou, we gaan beginnen met de Faber-Castell Polychromos. Die kost €1,79. Dus de goedkoopste tot nu toe. De dikte heeft natuurlijk ook wel te maken met hoeveel je hem slijpt van tevoren. Nou, qua inkleuren zijn het toch lekkere potloden. Hè? Maar ik vond het wel belangrijk om ook witte potloden ernaast te gebruiken. Want die zijn niet slecht hoor. Witte kleurpotloden. Nou, ik kan wel tellen, maar heeft geen zin, want het is kleurpotlood. Ik was ook heel erg benieuwd of een veel duurdere witte potlood echt zoveel beter zou zijn dan een Faber-Castell. Dus ik heb ook de Luminance. Deze is van Caran d'Ache. Past niet helemaal, maar je snapt het idee. Deze die kost €3,48. Dus dat is al een flink ander bedrag. Oh, ik ben trouwens de dubbele lagen van die vergeten. Ik zal die zo nog eventjes toevoegen. Oké, in tegenstelling tot de Faber-Castell zie je eigenlijk bij de Luminance wel juist verschil tussen 1 en 2 lagen. Dat pakt dan ook veel beter op elkaar. En ik moet zeggen dat bij de Polychromos zie ik niet heel veel verschil tussen laag 1 en laag 2. Als ik die lijn niet had gezet, had ik het misschien ook helemaal niet gezien. En dat zie ik bij die Luminance wel. Dus er zit wel wat kwaliteitsverschil in. Maar is de een per se beter dan de ander? Dat niet. Ik denk dat dat vooral een beetje met persoonlijke voorkeur is. En ook maar net waar je de witte potlood voor wilt gaan gebruiken. Dan komen we bij de gelpennen uit waar ik dus hele goede dingen over heb gehoord. Namelijk de Uniball Signo. En ik zag dus dat van deze versie ook twee diktes te krijgen zijn. Namelijk gewoon de gewone pastel. Gewoon, ik weet het niet, de gewone Signo. En we hebben deze. En er staat ook echt op permanente inkt. En er staat op broad. Dus dit zal gewoon een dikkere punt zijn dan die. En hij is ook echt wel een stuk dikker, deze pen, vergeleken die ander. We gaan beginnen met de gewone. Deze kost €2,25. We zetten wat lijnen. Ik ben meteen onder de indruk. Hij voelt wel scherp op het papier. Maar het is een mooie witte kleur. Qua hoe dat balletje gaat trouwens met de inkt is heel erg vergelijkbaar als de Jelly Roll. Qua hoe die aanvoelt lijkt hij heel erg op de 05 qua scherpte. Het maakt wel een heftig geluidje moet ik zeggen. En ik ben ook niet iemand die heel erg zachtjes te werk gaat met pennen. Ik ben best wel een harde papierdrukker. En ik merk wel dus dat deze pen daar niet heel erg lekker mee om kan gaan. Als ik wat zachter over het papier ga, doet hij het wat beter. Dus ook handig om te weten, ben jij zelf dus een hardhandiger iemand met pennen? Dan is deze misschien niet voor jou weggelegd. Ik zal ook eens schrijven door iets minder hard. Nee. Ik weet niet of ik hier zo happy van word. 2, 3, 4, 5. Wel droog. Dat is fijn. Dan hebben we de Broad. Deze kost €2,99. Oké, deze voelt sowieso op het papier al wat prettiger
dan de vorige. Ik merk dat zelf ook als ik schrijf met een balpen. Ik hou zelf altijd een beetje van die iets dikkere pennen. Deze voelt ook echt wat soepeler op het papier. Maar zie je hoeveel verschil er is met die daarboven? Dat is bizar. Ja, eigenlijk ook een beetje het verschil wat we hadden met de Sakura 05 en de 10. Hij is wel echt heel mooi wit. Een flinke tegenhanger van de Sakura 10. 4, 5. Ook nat. Iets natter dan de Sakura, maar heel erg dicht bij elkaar in de buurt. Niet ontevreden over deze pen. Ik was bij de vorige vergeten die tweede laag aan te brengen, maar dat doet helemaal niks. Ik vind deze gewoon echt niet fijn werken. Ik denk een van de minst fijne tot nu toe. Deze is trouwens ook nog steeds nat. Oh, minder nat dan die Sakura doet. Maar ook hiermee zie je gewoon dat twee lagen is het gewoon... Is het gewoon niet. Je schraapt gewoon de inkt weg. Alles gaat ophopen eromheen. Dus twee lagen met een gelpen. Geen goed idee. Zie je? Een witte pen waar ik tot dit onderzoek nog niet van het bestaan afwist. Dat zijn deze witte stiften van Staedtler. Nou, in totaal heb ik twee soorten gevonden. Namelijk gewoon een witte pen en een witte brush. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit komen te zien. En volgens mij waren dit een van de goedkopere witte stiften. Dus in theorie zou je denken, zal er niet veel voorstellen. Maar ik laat me heel graag verrassen. Staedtler is wel zo'n merk wat je heel gauw verkeerd schrijft, hè? Dat even rekening mee houden. Qua naam niet heel bijzonder, het heet gewoon white pen en white pen brush. En deze white pen was €1,49. Het is gewoon een viltstiftpunt. Ik heb deze dus ook niet hoeven schudden of wat dan ook. Moet je met Posca moet je dat dan wel doen. Ja, het is gewoon een stift waar wit uit komt. Het voelt ook niet als een verfstift. Misschien eerder een krijtstift. Voor €1,49. Niet zo wit als bijvoorbeeld de Signo Breed. Maar ik denk niet slecht voor €1,49. Je merkt wel dat hij dus wat minder wit opdroogt dan als je hem aanbrengt op het papier. Ik ben benieuwd hoe een tweede laag eruit komt te zien. Oké, dat zie je wel, vind ik toch wel wat verschil tussen laag 1 en laag 2. Maar voor €1,49 is dit geen slechte koop. Oké, we gaan hetzelfde proberen met de brush. Deze is iets duurder en kost €1,89. Ook deze hoef je dus niet te schudden. Punt is niet de beste kwaliteit. Zie je dat het puntje is een beetje droog. Heel streperig al. En ik heb hem hiervoor dus nog niet gebruikt. Hè? Is maar de eerste keer. Oké, nee, dat is niet mijn pen. 4, 5. Veegt een beetje uit. Maar nee. Deze? Ja. De brush? Een merk waarvan ik niet wist dat ze zoveel verschillende witte pennen hadden, is Edding. Want ik ben gewoon maar liefst 3 verschillende soorten tegengekomen. Die gaan we dus ook meteen testen. En we gaan beginnen met de gelroller van Edding. Dit is dus de goedkoopste gelpen die we hebben voor €1,23. Ook weer vrij scherp. Komt niet heel veel inkt uit. Iets minder scherp op het papier dan de Signo en de 05. Maar wel nog steeds vrij scherp. En ik denk kwalitatief aanzienlijk minder dan de Jelly Roll en de Signo. Maar goed, misschien dat Edding daarom ook verschillende pennen heeft. Hè? Dat ze zijn begonnen met deze. Dachten van, nou, dat is het toch net niet helemaal. We gaan verder zoeken en zo op nieuwe dingen zijn uitgekomen. 3, 4, 5. Ook als ik kijk qua wit, als ik hem vergelijk met de Jelly Roll en dan kijk, denk ik qua feel dat het eerder een 8 is in de buurt. En als ik kijk naar de Signo, is deze toch wel echt een stuk ja, grijzer. Dus niet zo wit als deze twee. Oké, dus die gelpen, die is niet zo'n succes. Maar ik heb wel heel veel hoop voor deze. Nee, dat is verkeerd. Ik heb heel veel hoop voor deze. Ik heb namelijk deze pen en een aantal andere kleuren die ik regelmatig gebruik. Ook om dingen te signeren of zo. Ik heb hem zelf in koper, zilver en in zwart. Dus je hebt hem dus ook in het wit. En deze is eigenlijk bedoeld voor glas, metaal en plastic. Dus het is meer een allrounder. Maar ik gebruik ze ook regelmatig gewoon op papier. Terwijl ik hem even moet schudden. En deze moet ik eventjes op papier eventjes zo op en neer doen. Dus daarom heb ik hier een zwart boekje liggen. Ik vraag me altijd af of je nou heel vaak op en neer moet pompen of wat langer moet houden. Geen flauw idee. Oké, inkt zit erin. Dus we gaan hem
uitproberen. Deze is niet goedkoop. Deze is €3,55. Dus laten we hopen dat die het geld waard is. Er zit trouwens wel iets in, omdat het op al die ondervlakken moet gaan werken. Wat altijd een beetje een geurtje heeft. Dus als je hier heel veel mee werkt, dan moet je eventjes een raampje openzetten. Hij geeft een gekke textuur op papier. Dat hebben die metallics naar mijn idee niet zo extreem. Zie je? Je kleurt hem in en dan is hij wit. En dan droogt hij op, valt hij veel minder op. En je ziet gewoon dat er allemaal stukjes in zitten. Allemaal, ja, het droogt niet mooi egaal op. Had ik meer van verwacht, wil je een stift gebruiken voor op papier? Dan niet deze. Waar ik wel heel veel goede hopen heb, dat zijn deze acrylic markers van Edding. Nou, ik heb hem in 2 diktes gekocht, want ik heb hem ook in 2 deze diktes gevonden. Hij is ook in een nog dikkere versie te krijgen, maar dat vind ik niet zo praktisch, vooral voor de dingen waar wij hem eigenlijk hiervoor gebruiken. Dus we hebben 2 diktes. Hier zit verf in, dat zijn echt acrylic markers. Beetje tegenhanger van Posca. Ik heb ze zelf nog niet gebruikt, wel voor als die langskomen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaan bevallen. En ik hoop, ik verwacht ook, maar ik hoop ook dat die een stuk beter gaan zijn dan de vorige 2 die we van Edding gebruikt hebben. Nou, en deze ook. Eerst schudden. Er ligt geen balletje erin. En pompen. We gaan beginnen met de smalste. 5300 en kost €3,30. Hier zit inderdaad acrylverf in. En droogt niet een beetje op met al die stukjes zoals de vorige deed. Dus dat is al een hele verbetering. Hij is wel nat. 2, 3, 4, 5. Dus heeft wel een wat langere droogtijd nodig. Ik laat hem heel even verder drogen. Dus deze heeft wel echt een wat langere droogtijd om vervolgens die tweede laag eraan toe te brengen. Ik heb trouwens wel nog eventjes een tweede laag aangebracht van de vorige. Hij ziet wel heel veel dekkingsverschil. Dus voor een tweede laag is hij al een stuk beter en ook een stuk witter. Dan gaan we eens kijken hoe deze eruit ziet na 2 lagen. Je merkt dat dit papier niet heel happy wordt van deze stift 2 lagen. Dan doet hij dat zelfs beter met de vorige pen. Maar goed, het is gewoon knutselpapier, hè. En je ziet wel wat verschil. Al is de vorige dan net wat witter dan deze. We gaan hetzelfde proberen met iets dikkere witte eddingpen. Dit is de 5100 en kost net zoals de vorige €3,30. Deze is dus ook echt aanzienlijk een stuk dikker qua punt. Al valt dat op het papier nog best wel mee als je ze naast elkaar ziet. Zie je dat? Wel veel witter. Wel apart dat qua schrijfdikte er niet heel veel verschil tussen zit. En ik vind deze persoonlijk iets witter. Misschien iets beter geschud. Misschien is het die extra pomp geweest. Ik weet het niet. Maar als je zou moeten kiezen, dan zou ik dus vervolgens liever kiezen voor deze 5100 dan voor de 5300. 3, 4, 5. Droogtijd is wel weer wat langer. One eternity later. Oké, je merkt dat de droogtijd van deze toch best wel lang is. Dus vooral voor linkspoten is dat eventjes opletten. Maar we gaan toch eventjes op de andere helft een extra laag aanbrengen. Terwijl dat droogt, ga ik eventjes de Posca stift in orde maken. We hebben wel zo'n dingetje erin. Ik denk dat ik een defect heb. Ik heb namelijk bewust nieuwe gekocht. Ik denk niet dat die van mij straks te leeg zijn of zo. Maar dan heb ik toch echt eentje van mij moet gaan pakken. A few moments later. Oké, nou, deze is ook het viezer. Dit is ook gewoon echt mijn eigen. Maar we hebben ook het nieuwe. Je hebt ook trouwens nog bij Posca een tussenmaat. Die heb je ook nog. En die heeft een plastic puntje. Die schrijft eigenlijk een beetje hetzelfde als deze hele dunne. Maar die spettert. Dus die vind ik gewoon echt niet lekker werken. Soms lijkt deze wel weer wat witter dan de andere. Dat is mijn persoonlijke ervaring. Maar die spetters, ik vind die punt gewoon net te scherp, net te hard. Gewoon vervelend. Daarom gebruik ik zelf altijd liever deze. En dit is de PC1MR. Deze kost €2,99. Ja, deze is dus niet helemaal meer helemaal vol inkt. Maar ja, die andere die ik had gekocht blijkbaar ook niet. En we gaan meteen eventjes de iets dikkere versie ook meteen proberen. Want die zie ik er toch wel graag naast. En dit is de PC3M. En deze, dit is eigenlijk de prijzigste tot nu toe. Die is 3,95
75. Nou, en in tegenstelling tot die van de edding vind ik dat je tussen deze twee stiften wel daadwerkelijk best wel veel dikteverschil ziet. En dit is ook de maat die ik eigenlijk het liefste gebruik van de Posca stiften. Ook in kleuren vind ik de iets smallere versie gewoon een beetje vervelend. Is net te scherp, net te fijn. En daar is deze wel heel erg fijn voor. Al is die vorige maat weer heel erg relaxed om mee te schrijven. Is ook gewoon mooi wit. Ik heb gewoon liefde voor deze stiften. Ik kan er niks aan doen. 3, 4, 5. Wel nog een beetje nat, maar minder nat dan de edding. En ik zal nog eventjes bij beide een extra laag erbovenop aanbrengen. Doet deze smalle me trouwens heel erg denken aan de gelpennen. Omdat die punt natuurlijk vrij scherp is en je dus echt heel makkelijk de verf eronder kunt opwekken eigenlijk, de inkt eronder. Dus je haalt weer een beetje die verf omhoog. Met de dikkere stift is dat niet. En hoewel je wel iets van verschil ziet tussen laag 1 en 2, vooral op het zwarte papier, op het bruine papier zie je dat trouwens bijna niet, is het toch wel een hele mooie witte inkt wat eruit komt. En zo hebben we het schema volledig ingevuld. We hebben alle pennen die ik heb gekocht allemaal ingevuld, naast elkaar gezet. En ik vind het toch wel heel erg interessant om ze allemaal naast elkaar te zien. Twee gelpennen die het gewoon heel erg goed gedaan hebben, is de Sakura Jelly Roll 10. Die andere twee, maar de 10, die was wel heel erg goed. En de Uniball Signo Broad. De inkt is eigenlijk allebei een beetje hetzelfde qua witheid. Ze schrijven allebei heel erg fijn. Dus ook als je in een zwart boekje wil schrijven of je als hele smalle highlights ergens wil aanbrengen, dan zijn die heel erg prettig. De Sakura is wel ietsjes goedkoper. Die is €2,12. De Uniball is €2,99. Maar ik vind de Uniball wel weer iets lekkerder in de hand liggen, omdat die net wat breder is dan de Sakura. Dus ja, dat hangt een beetje naast elkaar, maar allebei gewoon heel erg goed. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de schrijfwinnaars van deze wedstrijd. En qua inkleuren zijn we toch wel echt tot de conclusie van vandaag gekomen dat dat niet fijn is met een gelpen. En dan heeft toch wel echt niemand anders gewonnen dan de Posca PC 3M. Hij is witter dan de rest, hij kleurt lekker, de inkt is fijn, niet al te nat, droogt vrij snel op. En ja, er is een reden voor, denk ik, dat hij op internet altijd wel heel erg populair is. Is ook de reden waarom ik hem toen al tijd heb gekocht. En hoewel ik het vermoeden had dat deze heel erg goed zou zijn, is het toch ook wel heel tof om zo te zien dat hij gewoon keihard heeft gewonnen. Ik wil trouwens wel een extra shout-out doen naar een pen die mij heel erg heeft verbaasd. En meteen de andere was een hele grote teleurstelling. En dat was die van Stedtler. De Stedtler witte stift vond ik voor €1,50 echt geen miskoop. Het is niet super wit-wit, maar hij is toch best wel wit. Vooral voor dat geld. En in tegenstelling daartoe is die brushpen van Stedtler, die gaat gewoon rechtstreeks de prullenbak in. Want dat, ja, dat werkt niet. Als de brushtip nu al droog is na 3 seconden gebruiken, dan hoeven we hem niet. Zo. Maar die witte pen van Stedtler, best een prima witte stift. Vooral voor het bedrag wat je ervoor betaalt. Dat was in ieder geval weer de video van deze week. Ik vond het zelf onwijs interessant en leerzaam om dit een keertje zo uit te proberen. Mocht je nou ook een leuk product weten dat je zegt, hey Jasmin, lijkt me leuk als je dat een keer naast elkaar zou doen om aan ons te laten zien, laat het vooral eventjes weten. Ben ik heel erg benieuwd naar. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jullie ervaring met deze witte stiften. Heb jij al een persoonlijke favoriet waar je eigenlijk echt bij zweert en nooit bent van afgeweken? Heb je eentje al van deze geprobeerd en dacht je, nee Jasmin, ik ben het echt niet met je eens? Laat dat ook gewoon gerust allemaal weten in de reacties beneden. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Like deze video als je het leuk vond. Abonneer als je het eerder hebt gedaan. En zie ik jullie heel graag volgende keer terug in een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens!